Dus deze auto is van Jeroen van Glabbeek. Hij is de oprichter en directeur bij CM. Samen met zijn collega. Die zijn, en die doen 2 miljard sms'jes. En jongens, sms is een groeibusiness. Dat groeit nog gewoon gigantisch. Want welke CM, welke sms-business doe jij, Jeroen? Heel veel tv-programma's, radioprogramma's. DigiD voor de overheid. Codes voor de banken. Saldo-alerts voor de meeste banken. Voor dingen voor goede doelen. Parkeren. Tandarts sms'jes. Google. Ja, dat wereldwijd. Ja, want ik zag... ik zat net bij jullie NOC. Rusland, felgroen. Ja. Dus je doet echt heel business all over the place eigenlijk. En die business van, ja, van identificatie, authentificatie, stemmen, toestanden, die groeit nog, daar groeit sms nog steeds. Hè? Hoe groot is die, hoeveel van het totaal sms'jes zijn die, zeg maar, die meer zakelijke, systeemachtige dingen? Ja, in de wereld is dat 10% en voor ons bedrijf is dat 100%. Wat wij doen is echt alleen maar voor bedrijven werken en dat er steeds meer wachtwoorden versturen, bijvoorbeeld per sms. Dat kan ook met push zijn of met WhatsApp of eigenlijk wel breder. Ja, en jullie doen ook, je zit ook wel in de betalingen en in de alerts van apps, hè? Dus dat is een nieuwe business. Ja, nee, vooral betalingen, dat is echt de toekomst. De manier hoe mensen gaan betalen, ja, dat willen we met CM Payments helemaal gaan veranderen. Dat het echt naadloos altijd vanzelf gaat waar je komt. Als je nou geen muntje moet kopen op festivals, geen kaartje moet kopen bij de trein, dat is eigenlijk ons doel in ons leven van CM Payments. Oké, en hoeveel mensen werken daar op het ogenblik? We hebben ongeveer 100 miljoen omzet en we hebben 200 mensen in dienst. En we werken in 9 landen. Ja, ik moet even ook weer zeggen, want ik kan niet zelf rijden, ik kan niet zelf interviewen. Ja. Nou, ik vind het toch wel echt heel eng hoor, maar goed. Ja, en ik moet hem weer vasthouden en zo. Ja, het is wel echt een ongelooflijk eigenwijs ding. Je kunt niet lekker interviewen en sturen op dat, zoals ik hier doe. Ik ben toch nog een beetje een ding. Mooi. Hey, wat gaat er in Barcelona allemaal weer gebeuren? Dat komt ook weer in februari. Ja, Barcelona is voor de mobiele wereld het hoogtepunt. De hele wereld komt er bij elkaar. En wij gaan met CM ook weer echt de nieuwste producten tonen. Jullie hebben altijd volgens mij als Nederlands bedrijf de grootste stand. Echt gewoon van, daar zitten... Hoeveel mensen neem je mee? 40, 50 man gaan we daar naartoe. Ja, uit een stuk of 10 landen. Dat is voor ons ook leuk om bij elkaar te komen. Maar het is leuk om de klant ook weer te zien. En, je ziet zoveel inspiratie op. En eigenlijk als medewerker ook bij CM is het gewoon ook heel leuk om... Je moet dat een keer gezien hebben in je leven. Dat er 80.000 mensen bij elkaar komen uit heel de wereld om samen over mobiele toepassingen te praten. Ja. Dat is heel inspirerend. Ja, dat is inderdaad ook... wij hebben een heel grote stem met heel veel mensen erop. Ook heel veel klanten die komen. En over de hele wereld. Je hebt ook wat allerlei overnames gemaakt. Hè? Je waren in België, geloof ik, hadden jullie gestart. Wat hebben jullie allemaal voor bedrijven gekocht? Nou, afgelopen jaar, 2015, hebben we een aantal bedrijven in Duitsland overgenomen en samengevoegd. Iets van online sms. We hebben in Engeland een bedrijf overgenomen en eigenlijk nog een paar die we nog aan moeten kondigen. Ja, en die aankondiging zullen we op Mobile World Congress ook doen. Mm-hmm. En er zijn ook wel hele leuke innovatieve bedrijven bij die ook een grote klanten hebben en ook een internationaal karakter hebben. Eigenlijk alles om mobile business voor onze klanten beter mogelijk te maken. Ja. Hoe lang duurt het nou voordat sms verdwijnt, Jeroen? Nou, ik hoorde gisteren in ieder geval iemand zeggen, dat was voor onze specialist uit de zorg, die zei nou het laatste sms zal in ieder geval door een ziekenhuis gestuurd worden, want die beginnen nu allemaal met sms. En dan heb je het Andy effect, hè? Dus als het al 20 jaar bestaat, dan zal het nog wel 20 jaar bestaan. Ja, ja. Oké. Nou, we zien elkaar weer in Barcelona en bedankt voor het testen van je A8. Ik wil je graag nu een demo geven van de Tesla, want dat moet je toch even zien. Want waarom is die Tesla dat nou niet geworden toen? Nou, want je had erin gereden, je hebt het gevoeld. Ja, nee, Tesla is ook heel mooi. Deze auto kan wel ook 1200 kilometer rijden achter elkaar, dat vind ik fijn. En je kan bijvoorbeeld kiezen uit 10 soorten massages, dat vind ik ook wel heel fijn. Zal ik je even demonstreren zo. Oké, ik ga nu genieten van de massage, maar daar stoppen we dan mee. Oké, dit was de A8 van Audi. En ik weet dus nu ook wat state of the art is van de Audi's. Nou ja, dat was in januari 2014, was het aardig. Maar nog niet goed genoeg. Wachten op een software-update.